als je echt op zoek gaat binnen in je hart en op onderzoek gaat, dan zul je toch ontdekken dat je vaak listig bent. En dat je vaak echt valse excuses zoekt om onder gehoorzaamheid van Allah Ta'ala te komen. Dat zul je ontdekken gewoon. Dat moet je gewoon doen. En je zult het echt ontdekken. Waalaikumsalam. En de Koran, zowel de Koran als de Sunna, zit natuurlijk vol met aansporen tot het goed maken van het hart, het zuiveren van het hart. En ook ze waarschuwen ons tegen onachtzaamheid. We moeten altijd waakzaam zijn en altijd bij ons te raden gaan en onszelf kritisch onderzoeken. Altijd jezelf kritisch onderzoeken. En dan zul je werkelijk dingen ontdekken waarvan je versteld zult staan. Dat is heel belangrijk. En vandaar dat Ar-Rasool sallallahu alayhi wa sallam, hij placht vaak te zeggen: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi, thabbit imana fi qalbi. Ya muqallib al-qulub. Hij zei ook: Inna qulub al-ibad, bijna usbu'ayni min asabi'i al-Rahman, yuqallibuha kayfa yasha. Voorwaar, de harten van mensen zitten tussen twee vingers van Allah Ta'ala. Hij draait ze zoals hij wil. Dus maak vaak deze dua. Onthoud deze dua. En vraag Allah Ta'ala vaak met deze dua. Vraag Allah Ta'ala met deze dua. Naam. Dat is in het kort de samenvatting van de lezing van imam, van Sheikh al-Imam, hafidhahullah ta'ala. We zijn tot het einde gekomen, na Salat al-Isha zijn we klaar. En korte vraagjes, vraag inshallah, dan sluiten we aan. De kinderen van Ahlul Bid'a, eigenlijk de mensen en de sunnah van de ba'at, en ook de beledigingen. Hetzelfde als de kinderen van de Nasara en de Yahud. Ja, de ene kibber is natuurlijk niet de ander. De ene kibber is niet de ander, natuurlijk. Afhankelijk van de zonde en wat je verwerpt. Nou, dat vind ik wel goed. Is het een slechte eigenschap als een persoon beter proeft dan een kwaad? Dat hij moslim is. Kijk, de maatstaf is, zoals Allah Ta'ala heeft gezegd, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allah yattaqakum. En Ar-Rasool heeft gezegd, La farqa bayna Arabiyyin wa 'ajamiyyin illa bit taqwa. Het is geen verschil tussen een Arabier en een niet-Arabier behalve taqwa. Dat is de maatstaf. Ar-Rasool heeft ook gezegd, Kullukum min Adam wa Adamu min Torah. Jullie zijn allemaal van nakomeling van Adam. En Adam is van zand. Torah. Dus hoogmoedigheid moet je uit je hart verbannen. Dat is heel gevaarlijk. Ik vraag Allah Ta'ala om ons profeet volle kennis te geven. En ons te helpen om ons hart te zuiveren. En om goede daden te verrichten. Ik hoop dat jullie vandaag iets hebben geleerd. En dat jullie geloof, inshallah ta'ala, sterker is geworden. Maar probeert om vast te houden of nog sterker te maken. En dat doe je door nog meer kennis op te doen. En meer goede daden te verrichten. En Allah ta'ala gehoorzaam te zijn. Want dat zijn de middelen om je geloof te versterken. Rest mij nog een opmerking te maken over de ruimte van de zusters. Want waarschijnlijk zijn er wat opmerkingen gekomen. Als zij gordijnen openmaken, dan zijn ze toch broeders enzovoorts. Ik zeg gewoon, als je dat niet wil doen,
Doe dat niet, want ook al bid je gewoon en je ziet de imam niet, dan zijn fatwa van geleerden die zeggen dat dat wel mag. Als je maar hoort, als je de imam hoort. En als je op plotseling de imam niet meer hoort en er is geen contact meer, dan in zo'n geval kun je gewoon je gebed zelf individueel afmaken. والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك